Ja, toch wel. Ja. Nee. En hoe is het? Iets voor elkaar doen wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Gelukkig zijn er veel mensen bereid een ander te helpen. Om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen, is er nu een nieuwe online ontmoetingsplaats, Horst aan de Maas voor elkaar.nl. Afgelopen dinsdag vond de officiële aftrap plaats. We hebben de nieuwe website, omdat de huidige website voor vrijwilligerswerk in Horst aan de Maas eigenlijk niet echt helemaal werkt. En we vinden dat mensen gewoon zelf een aanbod aan kunnen bieden. Van ik kan iets betekenen voor een ander. Het kan zijn, ik kan een boodschapje doen voor een ander. Het kan ook zijn, ik wil bij een vereniging helpen in de kantine. Vandaar dat wij een nieuwe website hebben waar mensen zelf aan de regie zijn. En waar mensen zelf een eigen talent op kunnen zetten en een vraag kunnen plaatsen. En mensen kunnen daarin hun eigen beschikbaarheid aanmelden en ook aangeven voor welk werk dat ze eigenlijk in aanmerking willen komen. Ja, dat klopt. En het heeft gewoon echt allemaal met vrijwillige basis te maken. Dus het kan zijn, ik wil in de kantine gaan helpen, maar het kan ook zijn, ik wil groen gaan onderhouden. Dus het kan alle richtingen uit. Andersom kan het ook, kan de organisaties ook aangeven van ik zoek vrijwilligers? Ja, het is gewoon echt... Alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft, staat erop. Het kan zijn, wij zoeken bij de vereniging nog een groepsleider voor de voetbalclub. Die kun je erop plaatsen. Het kan ook zijn, we hebben een cursus voor vrijwilligers die we aanbieden om de deskundigheid te bevorderen. Die kun je er ook op plaatsen. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor een gemeenschap zoals Horst aan de Maas. Dat is zeker zo. En dat is het natuurlijk al sinds jaar en dag. En we hadden een heel oud instrument om mensen aan elkaar te koppelen. Dus de mensen die iets kunnen en mensen die iets nodig hebben. En hebben daar nu iets heel nieuws voor. Horst aan de Maas voor elkaar. Voor elkaar, dat geldt over het hele aspect. Over het hele aspect, ja. Niet alleen voor zorg en hulpbehoeftigen, maar ook mensen die een hobby hebben die ze willen delen met anderen. Of die op zoek zijn naar mensen om hun hobby mee uit te oefenen. Wat dat betreft is het veel breder dan alleen de zorg. En de wethouders die kunnen nog vrijwilligerswerk gaan doen. Het is te winnen. Ja, we zijn allebei te winnen voor een klusje. En als mensen iets aardigs te doen hebben of iets wat ze zelf niet zo zien zitten, dan mogen ze ons daarvoor vragen. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Ik doe best wel veel vrijwilligerswerk. Ik zit al zolang ik me kan herinneren in het verenigingsleven en doe daar best wel veel vrijwilligerswerk. Ja. Dus ik ben er wel mee bekend. Een nieuwe website die gelanceerd wordt. Het is van deze tijd om op deze manier vrijwilligers te werven en vrijwilligers te selecteren. Ja, ik denk het wel. Bijna iedereen is online tegenwoordig. Vanmorgen stond er een mooi verhaal in de krant van een 82-jarige vrouw die verslaafd was geraakt aan Facebook. Ja. Dus ik denk dat ook de ouderen ons zullen weten te vinden op de site. En de site is heel erg overzichtelijk. Je kunt heel snel gericht zoeken naar datgene wat je graag wilt vinden. Yeah!